Beste kijkers, de afgelopen tijd wordt er vaak gesproken over het tekort aan bloed. Om het fijne hiervan te weten, hebben we een gesprek met dokter Maria John Aloy en dokter Melvin John Sifat. Goedendag en welkom. Dank u wel. Dokter John Sifat, ik begin bij u. Hoe komt het dat we een tekort hebben aan bloed? Nou, het tekort aan bloed is niet iets dat in één dag is ontstaan of alleen vandaag zo is. Er is inderdaad een tekort aan bloed. Er is een chronisch tekort aan bloed. Mm-hmm. En dat is in wezen het probleem. We hebben als natie hebben we de plicht om gezamenlijk te zorgen dat de bloedvoorziening op peil komt. We hebben bij de bloedbank zijn er vrijwillige bloeddonoren. De getallen hebben we meegenomen, maar al een aantal jaren hebben we te weinig bloeddonoren. We doen er alles aan om het aantal bloeddonoren te laten toenemen, maar dat vergt enorm veel inzet. En gelukkig is het zo dat we een aantal bloeddonoren hebben die al een aantal jaren op heel regelmatige basis bloed komen geven. We kunnen dus op ze rekenen, maar dat aantal moeten we vergroten. Oké. Dus als we dit alles willen inlopen, dan zouden we meer bloeddonoren moeten aantrekken, zodat dit probleem verholpen wordt. Ja, we moeten absoluut meer bloeddonoren hebben. En nogmaals, het is niet de verantwoordelijkheid van iemand of een instantie. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid als natie om ervoor te zorgen dat de bloedvoorraad die we nodig hebben, ook op peil gebracht wordt. Wat gebeurt er in de praktijk? Bloed is nodig voor een aantal patiënten die geopereerd moeten worden of acuut bloed verliezen, bijvoorbeeld bij een ongeval of bij een bevalling of een miskraam die niet zo goed gaat. Die mensen hebben bloed nodig. En het beste zou zijn dat we dat product dat je nodig hebt gewoon van de plank zou kunnen halen en zou kunnen aanbieden, maar dat is helaas niet zo. Er is een hele weg te gaan om dat product op een goede manier beschikbaar te krijgen. Toch, je kan het niet in de winkel kopen. Nee. Het is iets dat we vrijwillig geven. Het moet gecontroleerd worden en bewerkt worden. En vervolgens wordt het beschikbaar gesteld in de ziekenhuizen. En nogmaals, er is een chronisch tekort al de hele tijd. Okay. Dank u wel, dokter John Sifat. Dokter John Aloy, u bent zo een beetje bekend met het medisch gedeelte als het hier om gaat. Mogen we zeggen dat er gevaar dreigt als het gaat om bloedverlies? Nou, bij bloedverlies moet je sowieso een van de maatregelen is het toedienen van bloed. Mm-hmm. Maar zoals u weet, het bloed is in acute gevallen wel te krijgen. Dus het gaat echt om gevallen waarbij er geplande afspraken zijn gemaakt dat iemand bloed moet krijgen. Dat, zoals als aangegeven, bepaalde operaties of zo waarbij het kan worden uitgesteld. Maar om terug te komen op onze donorenbestand, op dit moment hebben we 5500 bloeddonoren. Toch? En ons streefaantal is 7000. Toch? Wat we op de bloedbank hebben gezien, dat de afgelopen maanden sowieso dat het tekort groter wordt. En dat wij daardoor ook maatregelen hebben getroffen door bijvoorbeeld bloeddonoren vaker te roepen. En ook extra aandacht besteed aan mensen die we niet regelmatig bellen, maar mensen die langer dan een jaar geen bloed hebben gegeven. Daar is er extra aandacht aan besteed afgelopen maanden. Als ook nieuwe donoren. Dus nieuwe donoren die zich hebben aangemeld en waarbij de testen goed zijn, die zijn we afgelopen maanden extra aan het bellen om langs te komen. Okay. U sprak zo net over acute gevallen. Als ik nu word opgenomen in het ziekenhuis en ik moet een operatie ondergaan waarbij er misschien bloed aan te pas moet komen, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, zodra er bloed nodig is voor een patiënt, wordt er een bestelling gedaan. Okay. En aan de hand van onze voorraad wordt er geleverd. Sowieso wordt er elke dag bloed geleverd aan alle ziekenhuizen. Okay. Toch? Maar er wordt minder geleverd dan wat er wordt gevraagd. Okay. Nu er minder wordt geleverd dan wat er wordt gevraagd, hoe zit het met de situatie in de ziekenhuizen? Misschien moet ik die vraag beantwoorden. Want ik ben in het dagelijks leven ben ik ook hoofd van de operatiekamer van het Academisch Ziekenhuis. Okay.
en anesthesioloog. Ik heb, als er bloed nodig is voor een patiënt bij een operatie, wordt dat van tevoren besteld als die operatie gepland wordt. Dus een zogenaamde elective operatie. Dat wordt gepland door de chirurg, afgesproken met de patiënt. En alle voorzieningen worden genomen om het bloed klaar te hebben voor de dag van de operatie. Nu is het zo dat, omdat er een tekort is aan bloed, het kan gebeuren dat een geplande operatie inderdaad geen voortgang kan vinden omdat het bloed of niet beschikbaar is of gebruikt wordt voor iemand die het acuut nodig heeft. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Hou er rekening mee dat, met name in het academisch ziekenhuis, waar we veel grotere operaties doen, bijvoorbeeld hartoperaties, neurochirurgische operaties, en waar alle ongevallen ook binnenkomen, die vaker ook bloed nodig hebben, dat we de aanvragen van bloed is dus in de afgelopen periode toegenomen. Als je kijkt naar de beschikbaarheid van het bloed en het aantal donoren en de productie van de bloedbank, dat is de afgelopen jaren op één niveau gebleven. Het is niet zo dat er minder wordt geproduceerd en afgegeven wordt door de bloedbank, maar de vraag is inderdaad veel groter geworden. En nogmaals, het gaat met name om de grotere operaties die gepland worden, waarvoor er in de planning dus meer bloed nodig gaat zijn. Neem een voorbeeld, een hartoperatie. Als er een hartoperatie wordt gepland, wordt er standaard tenminste 4 zakken bloed gereserveerd. Als dat bloed niet beschikbaar is, dan zal de chirurg en de anesthesioloog, die zullen er heel hard over moeten nadenken of ze die ingreep zonder de aangevraagde hoeveelheid willen of moeten verrichten. En vaker zal het zo zijn dat als de hoeveelheid bloed dat is aangevraagd niet beschikbaar is, dat de operatie wordt uitgesteld tot het moment dat het wel beschikbaar is. En soms is het later op de dag, maar het kan ook zo zijn dat het op een andere dag wordt gepland. En nogmaals, als het bloed dat beschikbaar is, dat is gereserveerd voor een bepaalde patiënt, als dat acuut nodig is voor iemand anders, wordt het wel voor iemand anders gebruikt, die het harder nodig heeft op dat moment. Oké, dus nu kijken jullie aan wie het meest nodig heeft. Dat hebben we altijd gedaan. Want degene die in nood is, die heeft altijd voorrang. Toch? Dus, en omdat er geen voorraden zijn die we van de plank kunnen halen, moeten we dat op een goede manier voorbereiden. Dus, en de electieve operaties kan je plannen. Maar ongeluk, nee. Dat kan je niet plannen. Nee. Toch? Iemand die op straat wordt aangereden of een schotwond of een steekwond. Voor iemand die acuut bloed nodig heeft, dat kan je niet plannen. Die hebben dus voorrang. En we proberen dan dat gebruikte bloed, als ik het zo mag zeggen, weer op voorraad te krijgen via van de bloedbank. Maar dat is dan wel een grotere uitdaging. Ook omdat de bloedbank, nogmaals, dat bloed niet ergens van de plank kan halen. Dat is een hele lange weg om dat op voorraad te hebben. En in wezen, alles dat de bloedbank produceert, is van tevoren al weg. Dat weet je. Dat weet je omdat er gewoon een tekort is landelijk. Dr. Chanaloy, we hebben net gesproken over cijfers. We moeten gaan naar 7000 donoren. Kunnen we dat bewerkstelligen? Nou, het gaat een tijdje duren. We gaan eerst beginnen. Sowieso zijn we bezig om buitenlocaties aan te doen. Dat gaan we moeten opvoeren. En donorwervingsacties die worden op touw gezet. Dit jaar zullen we daar extra aandacht aan moeten besteden om het aantal te bereiken. Maar het gaat niet binnen een jaar lukken. Want we hebben gezien het maximaal aantal dat we per jaar krijgen of het gemiddelde aantal nieuwe donoren is rond de 500 tot 600. Per jaar? Per jaar dat we krijgen. Maar we kunnen het wel opvoeren naar 1000. Maar het gaat nu bijna om 1500 bloeddonoren die we als streefaantal binnen het bestand willen hebben. Okay. Maar het gaat om regelmatige bloeddonor. Hè? Okay. Als iemand nu bloeddonor wil worden, aan welke voorwaarden moet je voldoen? We hebben hiervoor een folder. Mm-hmm. En in die folder geeft aan dat je vanaf 18
mag beginnen. Tot 55 jaar kan je aanmelden als nieuwe donor. Ben je eenmaal bloeddonor, dan mag je bloed afstaan tot je 70ste jaar. Daarnaast moet je een gewicht hebben van minstens 50 kilogram, omdat we 450 milliliter afnemen. Toch? We kijken zowel naar de gezondheid van de bloeddonor als naar het product dat wij krijgen die wij moeten bewerken tot een medicament. Toch? En daarvoor hebben wij ook een vragenlijst waarbij we met de donor er langs gaan naar zijn gezondheid, zijn of haar gezondheid, om te kijken als hij voldoet, zijn gezondheid voldoet aan de eisen. En daarnaast gaat het ook om het seksueel gedrag. Toch? Wij kijken ook naar het gedrag van de persoon als ook aan andere omstandigheden, toch? Reizen naar buitenland en malaria, zieken en dat soort dingen. Hoeveel bloed hebben we op jaarbasis nodig? Op dit moment krijgen wij ongeveer 10.000 eenheden, maar we hebben minstens 12.000 tot 13.000 eenheden nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat is niet een klein beetje. Nee. Welke oproep wilt u doen aan de samenleving, aan de mensen die zich nog niet hebben opgegeven om bloeddonor te worden? Nou, we zijn er en de bloedbank is dagelijks open. Van maandag tot en met woensdag zijn we open van 7:30 morgens tot 19:30 avonds. Donderdag zijn we van 19:30 morgens tot 14:30. En zaterdag van 8:00 tot 12:00 zijn we bereikbaar. Nou, de mensen kunnen komen, dat is nieuwe donor, we geven informatie en dan kunnen ze zich aanmelden. Oké. En hoe lang duurt het wanneer zo'n bloeddonor bij jullie is om bloed af te tappen van zo iemand? Nou, de eerste keer dat men komt is het meer om het vraaggesprek en wij nemen bloed af alleen maar om de testen uit te voeren. En na 2 maanden kan men beginnen om het bloed de 0,5 liter af te staan. Oké, dus een 0,5 liter sta je af dus, als je het... Ja, maar precies te zijn 450 milliliter. Oké. Okay. En dat is bij vrouwen om de 17 weken en mannen mogen om de 10 weken afstaan. Oké, dank u wel, dokter John Aloy. Dokter John Sifat, wat kunt u aan de samenleving meegeven ten aanzien van het bloedtekort? Lukt het ons nog om toch iedereen te accommoderen? Ik wil benadrukken dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het is uw verantwoordelijkheid, het is mijn verantwoordelijkheid. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen die nu kijkt naar dit programma om mee te helpen om dit probleem op te lossen. Het is niet zo dat de bloedbank alleen dit probleem gaat kunnen oplossen. Dat is niet mogelijk. We hebben de medewerking nodig van iedereen. En we moeten daarom iedereen oproepen die vrijwillig bloed wil afstaan en een regelmatige, vaste donor wil worden, om dat inderdaad dat ook te doen. Het is natuurlijk mogelijk om acties te voeren en donorwervingscampagnes te houden. Dat gaat allemaal helpen en dat zullen we ook doen in de nabije toekomst. Maar de kunst is om op lange termijn dit probleem op een goede manier op te lossen. En de uitdaging is om te groeien van nu 5.500 ongeveer donoren naar inderdaad het minimum aantal van rond de 7.000 dat we nodig gaan hebben om aan de vraag van de ziekenhuizen te kunnen voldoen. Dank u wel. Dokter John Aloy en dokter John Sifat, mag ik u heel hartelijk dank zeggen dat u bij ons bent langs geweest en dat u deze informatie met ons heeft willen delen. Graag. Dames en heren, jongens en meisjes, jullie hebben het gehoord. We moeten gaan naar 7000 bloeddonoren. Het ligt aan ons allen om dit probleem te verhelpen.